Een delegatie van de gemeente Schagen onder leiding van burgemeester Marjan van Kampen bezocht maandagochtend basisschool De Vogelweid in Schagen. De leerlingen van groep 8 in de klas van juf Manon hadden de burgemeester een brief geschreven met daarin vragen over kleine en grote problemen in de wijk. Mijn onderwerp was over de stoeptegels die veel te ver uit elkaar staan. Ik wil daar heel vaak gaan steppen, maar dat kan niet vanwege de stoeptegels. Er staan veel te grote gaten. Het gaat wel echt om een stuk van 20, 30 meter of zo. Mijn zusje wil skaten, kan ze ook niet. Mijn buurvrouw wil met haar rollator gaan lopen, kan ze ook niet, dus moet ze omlopen. Het is eigenlijk een best wel groot probleem. Dat er te snel wordt gereden bij de spreeuwenlaan en dat gevaarlijk is voor kleine kinderen. Ik wil heel vaak roeien, alleen er zijn heel veel waterplanten bij mij in de sloot. Dus dan lukt het roeien niet zo goed. Over de speeltoestellen op schoolplein die weg worden gehaald en er komen we niks voor terug. De kinderen hadden de komst van de burgemeester goed voorbereid en luisterden aandachtig naar elkaar. In groepjes kwamen zij naar voren en legden hun problemen aan de burgemeester voor. Nou, groep 8b had allemaal vragen gesteld over met name de omgeving waarin ze wonen en waarin ze leven. En waar ze dingen zagen wat ze echt niet goed vonden. Ik wou vragen aan de burgemeester waarom we geen hutten mogen bouwen in Schagen. En kijken of we daar dan antwoord op kunnen krijgen. Dat we speeltuinen meer geschikt willen voor oudere kinderen. Over de hondenpoep die te veel op het grasveld ligt waar we op voetballen. En daarom wil ik vragen of het misschien weggehaald moet worden, want we staan er net op en zo en wij moeten het altijd weghalen. De burgemeester stond er niet alleen voor. Ze had een aantal ambtenaren meegenomen die de kinderen uitlegden hoe de problemen gemeld en verholpen kunnen worden. Zij vroegen de kinderen dan ook om met de gemeente mee te blijven denken, zodat de problemen opgelost kunnen worden. Nou, vooral samen met de kinderen doen. Hè. Ze hebben het bijvoorbeeld ook gehad over zelf het vlaggetje steken in de hondentrol. Ze hebben ook gevraagd wat is nou de boete, hè, als je je hond uitlaat en het niet opruimt. Nou, dat is toch €90, dat is toch heel veel geld. Dus de kinderen er bewust van maken. En ook gewoon, als ze iemand met een hond op dat veldje zien lopen, gewoon zeggen, hé, mevrouw, daar spelen kinderen hoor. Kunt u uw hond echt niet uitlaten. Beetje samen met elkaar bewust maken wat wel en wat niet kan. Er werd na afloop nog een rondje om de school gelopen, zodat de kinderen de problemen waar zij tegenaan lopen konden laten zien. De leerlingen van de Vogelweid hadden alles goed voorbereid en dat was ook de burgemeester niet ontgaan. Dat het gewoon hele slimme kinderen zijn, dat ze keurig hun vragen zelf gesteld hebben en dat ze ook de antwoorden snapten. Bijvoorbeeld dat je nu niet gaat maaien omdat jij graag wil roeien, omdat dat schadelijk is voor de vissen. Ze snappen ook dat die hondenpoep wat ergernis ten top is, dat we daar met elkaar wat aan moeten doen. Dat kunnen we niet oplossen met een boa of een boete. De problemen moeten we dus vooral samen blijven oplossen en daarom gingen de kinderen ook nog even samen met de burgemeester op de foto.